Bruno, je onderzoekt hoe je in volstrekte vrijheid kan leven en werken. Dat je dromen laat slagen. Nou, ik wil eigenlijk beginnen met een nieuwsbrief die je gisteren had geschreven. Heb je die al gelezen? Ja, natuurlijk. Want ik denk, ik moet natuurlijk even lezen wie ik ga interviewen. In een nieuwsbrief, nou, ik dacht, hoe doe je dit? Hij heeft geschreven een prachtig verhaal over zijn zomervakantie. In juli, hij had erg druk gehad met projecten. Hij stond op een regenachtige camping in Nederland en het zat hem financieel tegen. Kwam hij terug van vakantie en toen was er ook nog een rekening op de mat van €22.500. Oh, wacht even. Ja, de volgorde is iets anders. Die factuur is inmiddels betaald. Doordat die factuur betaald was, was er even geen ander geld meer. Nou, ja. Misschien kijk je het zelf. Ik laat jou aan het woord. Ja. Maar in ieder geval, de vraag is, wat ik lees, soms is er niet altijd geld. Maar hè, dat je niet weet of je de hypotheek kan betalen, je hebt een gezin. En dan vraag ik me af, hoe vrij ben je nog, als je geen geld hebt, dat je nog creatief kan zijn? Ja, dat is wel spannend. Maar zoals Marcel aan het begin al zei, het is ook handig om, als je iets bijzonders voor elkaar wilt krijgen, op dat moment niet het geld te hebben wat daarvoor nodig is. Zo gold het ook voor New Horizons. In dit geval was het iets minder prettig, omdat ik het niet zelf bedacht had zo. En het was niet, die situatie was niet ontstaan omdat ik er zin in had om die situatie te creëren. Hoe blijf je dan toch creatief? Ja, dat is eigenlijk het grote spannende. Want als je op dat moment nog creatief kunt blijven, dan kun je dus eigenlijk altijd creatief zijn. En dan hoef je niet meer afhankelijk te zijn van hoeveel geld er op dat moment is. Nee, maar spannend is het wel. Ja, nee, zeker. Maar ik kan me voorstellen dat er echt is. Ik ben zelf niet in paniek zijn, maar als ik denk van, hè, helemaal als je gezin hebt en denk, ja, ik kan de huur niet meer betalen. Jij hebt altijd vertrouwen dat het altijd goed komt. Ja. En ja, maar dat vind ik fantastisch. Het is ook heel mooi om dat vertrouwen te hebben. Maar dan denk ik, ja, komt het altijd goed? Of heb je dat vertrouwen altijd gehad? Of is dat gegroeid naarmate dat je daar? Nou, het is wel grappig dat je over een nieuwsbrief begint, want ik had nog niet bedacht dat je die misschien ook wel gelezen zou hebben en dat ik daar dan ook antwoord op zou moeten geven, want het was zo'n verhaal ongeveer. Ik had daarin geschreven eigenlijk hoe ik in dit geval daarmee omgegaan ben. Het is niet een situatie die elke maand gebeurt, gelukkig. En ik omschreef het ook als het meest ingewikkeld sinds het moment dat ik zakgeld kreeg. Nou, toen was ik geloof ik 6, dus nou ja, in de tussentijd is dat wel aardig gelukt. Maar vooral hoe ik daar op dat moment mee omgegaan ben en de vragen die ik mezelf gesteld heb. Dat zijn drie vragen die ik mezelf sowieso graag stel. Doe ik datgene wat me te doen staat? Even goed nadenken hoor, wat de andere twee vragen waren. Doe ik wat me te doen staat? Heb jij ze opgeschreven? Nee? Andere suggesties? iemand die hem ook die me open heeft. Nieuwsbrieven bijhalen? Nee. Sorry? Nee, dat is de vraag niet. Nee, als ik iets bedacht heb om te gaan doen, dan vind ik het op dat moment leuk en dan onthoud ik daarna dat het belangrijk is, en dan, zodat ik me niet meer hoef af te vragen of het leuk is. Ik weet niet wie de vraag stelde, maar. Dus dat is één keer. Eén keer bepalen, dit is belangrijk en dan ja, dat is het dan. Sta ik waar ik voor geloof? Sta ik in voor wat ik geloof? Maar ik mis één vraag. Doe ik wat met te doen? Ben ik eerlijk over wat ik nodig heb? Dat is een mooie. Ja, en ja. Deze situatie was ontstaan omdat ik op een belangrijk moment blijkbaar niet eerlijk was geweest over wat ik nodig had. En waar lag, of zat dat een min achteraf gezien? Het is goed om erop vertrouwen dat het altijd goed komt. En dat geeft heel veel vrijheid, maar dat geeft ook heel veel verantwoordelijkheid. Want je moet er dan dus ook wel voor zorgen dat het altijd goed komt. Ik had afspraken gemaakt en een bepaald risico genomen dat ik eigenlijk beter bij iemand anders had kunnen laten. En dat risico had ik op me genomen. En daarna was het afspraak is afspraak. En toen moest het betaald worden. En hoe heeft u zich dat uiteindelijk dan opgelost? Want misschien heb ik die nieuwsbrief niet gelezen. Ja, het is een beetje een ingewikkeld verhaal als je niet de hele achtergrond weet. Dan is het kwartier snel voorbij. Nee, dat zullen we dat niet doen. Ja. Het belangrijke in de manier waarop ik
omgaan met wat er gebeurt terwijl ik dingen aan het doen ben, is wel me steeds die drie vragen die ik net noemde stellen. En daar dus ook steeds beter antwoord op geven. Ja, nou, dankjewel. Nee, hoe, ik kan me voorstellen, want je slaat echt nooit de paniek toe? Want kom je altijd dan weer bij je gevoel terug van het komt altijd goed? Want ik kan me ook situaties voorstellen dat je denkt, jeetje, wat is dit? Maar ja, of heeft het misschien met je achtergrond te maken? Want je bent nu natuurlijk fotograaf, maar hiervoor heb je een International Business School gedaan. Ik kan me ook voorstellen dat ook heel erg helpt met je planning. Of dat je misschien heel goed doorhebt van, nou ja, goed, welke hoek je het op moet zoeken om het recht te trekken. Of ligt het daar? Ja, dus ik heb International Business gestudeerd. En ik heb wel daar leren nadenken over balans. Wat gaat erin en wat komt eruit? En dat is wel handig om over na te denken. Toen ik met New Horizons begon, ik had bedacht dat ik een jaar lang ieder uur de horizon wilde fotograferen. Daar had ik een machine voor nodig en die machine bestond niet. Die moest er wel komen. Dus de eerste vraag was, nou ja, wat heb je ervoor nodig? Technisch gezien. En vervolgens, wat kost dat om dat dan te bouwen? Nou, dat was ongeveer 10.000 euro. En 10.000 euro uitgeven om iets te gaan doen waarvan je geen idee hebt wat het gaat opleveren, dat is vrij tricky. Maar toen ik het idee bedacht had dat ik dat wilde gaan doen, had ik voor mezelf op 1 A4'tje opgeschreven, dit is het plan, daarom is het interessant. Volgens mij gaat dit 200.000 euro opleveren. Ik heb geen idee hoe, maar ik had wel vastgesteld dat de waarde zou, dat die waarde zou moeten kunnen ontstaan door dat project. Dus als ik alleen maar had vastgesteld dat die machine 10.000 euro zou gaan kosten om te bouwen, dan had ik het waarschijnlijk nooit gedaan. En nu dacht ik, oh, 10.000 euro tegen 200.000 euro. Maar nou, moesten we maar eens doen. Ja, je hebt ook een mooie manier van vergelijken. Ik las dat je crowdfunding nodig had voor je boek. En ik weet niet, was dat 100.000 euro, klopt dat? Of zeg ik nu iets helemaal... Ja, het maken van het boek kostte 100.000 euro. Ja. En dat is met voorintekening gebeurd. Dat is gelukt, dit is het resultaat. Dit is er eentje, er zijn er 2012 genummerd en wel. Wat ik dus mooi vond, is dat je hebt 100.000 euro nodig. Nou, dan denk ik, ja, nou, dat is nogal een bedrag. Maar hij maakt een hele mooie vergelijking van, ja, goed, WK voetbal kost zo en zoveel. En een stukje snelweg kost dat en dat. Maar hoe ga je daarmee? Was het een makkelijk proces om het voor elkaar te krijgen? Nou, het was wel vrij uitdagend. Ik ben er 2 jaar mee bezig geweest. Maar in het kader van de vragen, doe je wat je te doen staat? Ik had het idee dat dit mij te doen stond. Dus nou ja, oké, dan gaan we het maar doen, hè. De vraag is dan hoe. En ik ben begonnen te vertellen, ik wil een boek maken en dit is hoe het er ongeveer uitkomt te zien. En dit is wat het gaat kosten, 100.000 euro. Nou, toen waren er heel veel mensen die heel veel verstand hebben van boek maken en die zeiden, ja, maar dat wat jij wil, dat kan niet. En toen zei ik, ja, dat kan wel. Nee, dat kan niet. Ja, dat kan wel. Nou, daar kan je heel lang over hebben. zij ging het niet doen en ik ging het wel doen, dus zij hadden het in de tussentijd gelijk. Maar ik beloofde mijzelf en de mensen die dat avontuur met mij zouden gaan beleven dat het zou gaan lukken, hoe dan ook. Dat alleen de vraag was, ja, hoe dan? Hoe krijg je dat dan voor elkaar? En dat door het vertellen over hoe ik dat voor elkaar ging krijgen, het voor elkaar zou komen. Ja. Dat is mooi. Ja, want je bent heel open met je blogs. Hij vertelt ook een verhaal, dat vertrouwen om dat weer terug te laten komen. Dat je op een gegeven moment zat je in het vliegtuig naar Milaan en je arriveerde s'avonds, maar had eigenlijk nog geen slaapplek. En dacht, nou ja, dat komt allemaal wel goed. En het komt dan ook allemaal wel goed. Maar goed, eventjes terug naar eigenlijk de allereerste vraag. Ja, we maken gewoon allemaal sprongen, alles wat in me opkomt, dat ik denk, oh ja, dat wil ik nog even vragen. Je onderzoek over de vrijheid, werk en leven, hoe gaat het daarmee? Kan je daar iets over vertellen? Ja, wel met het risico dat het vrij vaag is. Misschien dat ik nog iets... Dat maakt niet uit. Ik praat er wel doorheen als het niet uit. Even denken hoor. Nee, ik ga nog even iets zeggen over het boek. Want dat is hanteerbaar voor fotografen. En die kunnen daar gelijk wat mee. En dat andere kunnen ze hem allemaal straks ook vragen. En dat is ook trouwens beter 1-op-1 uit te wisselen. Dan wordt het net iets minder abstract van. Dus 100.000 euro voor het boek. En... ja, nou ja, in het begin was er nog niks en nog geen boek en alleen maar een idee. Maar wel de onderzoeksvraag van hoe krijg je dat voor elkaar. Dus toen werden er wel een paar mensen nieuwsgierig van, hey, ik denk dat het niet kan, maar hij zegt dat het wel kan en hij gaat het dan doen.
En elk klein stapje kwamen er meer mensen bij die dat volgden. En op een gegeven moment was de vraag van, als je dan net als ik zeker weet dat het boek er komt, nou ja, dan kun je het nu ook wel vast bestellen. Zo heb ik van 0 tot 15.000 euro boeken voorverkocht die er nog niet waren. Van 15 naar 40. Dat was officieel crowdfunding, dat deed ik op Voor de Kunst. Nou ja, dan van 40 naar 100. Nou, mag ik daar een applaus voor? Even, het is gelukt. Maar de kracht daarvan vooral dus het betrekken van mensen bij waar ik mee bezig was, waarvan ik had vastgesteld dat het belangrijk was en voor mij. En steeds uitgelegd hoe ik daarmee bezig was, waarom het belangrijk was voor mij en waarom ik het belangrijk vond voor alle mensen die ik daar dan weer bij betrok. En dat herken ik in het verhaal van Wesley, die ik nu niet zie, maar... Oh, daar, hoi. Goed gedaan. als je iets wil... en je doet dat, als je iets wil, dan kan je gewoon uitrekenen hoeveel mensen je daarvoor voor nodig hebt om dat voor elkaar te krijgen. En dan weet je dat het moet kunnen. Ja, dat is mooi. Dus je denkt niet in problemen, eigenlijk gelijk vanaf het begin in oplossingen. Ja, meestal via nog een paar hele interessante problematische omwegen. Soms maak ik het eerst ingewikkelder om het uiteindelijk makkelijker te maken. Maar als je als fotograaf dus, je kunt bezig zijn met fotograferen, dat is je vak. Maar je kunt ook bezig zijn met het verbinden van mensen aan jou, aan de foto's die je maakt, aan de avonturen die je beleeft, aan de dingen die je doet. Hoe doe jij dat? Nou, door erover te vertellen op de manier die jij net omschrijft. Via blogs, via je website? Via blogs, Facebook, Twitter, alles. En ik beschouw ook iedereen, jullie zijn allemaal potentiële klanten. Dus, ik kan zeggen de klant en de opdrachtgever. En ik denk niet zo heel erg in klant en opdrachtgever. Behalve dat ik denk dat iedereen dus in potentie klant en opdrachtgever is. Dus ik ben gewoon bezig waar ik mee bezig ben. Zonder dat ik hoef na te denken over... Ja, maar die klant wil dit. Nee, ik wil dat. En ik kijk wel wie dat ook wil. Ja, duidelijk. En hoe begin jij... Ja, het is een hele rare vraag. Ik snap dat misschien elk project anders begint. Maar ja, het is een groot project. Als je begint, misschien in een droomfase. Je hebt een idee, maar... totdat je merkt dat je zoveel nodig hebt. Hoe snel word jij praktisch? Heel snel. Begrijp je wat ik bedoel met de vraag of niet? Ik begrijp. Ja, heel snel. Dus. Okay. Ja. Ja. Gaat dat niet? Maar weet jij dan in het begin gelijk al? Of is jouw creativiteit dan al helemaal uitgedacht? Nee, ik vraag me eerst iets af. Dan denk ik, huh? Of zo. Ja? En dat is meestal, dan gebeurt er dan wat. Dan zit je goed. Of, hey. Ja. Ja. Maar dan, wat je zegt, het praktische neemt het snel over. Maar dan kan ik me voorstellen, tenminste dat is wat bij mij is. Ik blijf het liefst zo lang mogelijk in het creatief. Want als het praktische overneemt, dan ben ik zo praktisch. Of combineer jij dat? Ga je dan weer terug naar de creativiteit? Ja, dat is een soort hinkstap springen. En dan ook nog heen en weer. Dat is jouw aanpak? Ja. Oké. Ja. Dat is ook aan te bevelen. Ja? Ja, serieus. Dat is zo moeilijk. Ja. Nou, dan bel je mij op. Okay, en dan vertel ik hoe het werkt. Nou, ja. Afgesproken ga ik dat doen. Ja. Nee, het is juist die wisselwerking daartussen. Want je hebt op het ene moment heb je gewoon het een nodig en op het andere moment heb je het andere nodig. Elke keer kom je nieuwe problemen tegen. Als je zelf problemen maakt, dan kun je verwachten dat je nieuwe problemen ook tegenkomt. Maar als je het leuk vindt om die problemen op te lossen... Ja, dan maakt het ook niet zoveel uit hoeveel problemen je tegenkomt. Nee, dus dat scheelt. En ik denk ook dat hoe jouw aanpak is dat je vanaf het begin... ben je er praktisch mee bezig. En dan... Ja, als je het niet doet... Ja, dan ben je na 3 verjaardagsfeestjes wel uitverteld over dat geweldige idee. Ik in elk geval. Nee, dat begrijp ik. Maar als je alleen maar praktisch maakt, dan is het... Wat moet iemand anders er dan nog mee? Ja, ik denk dat het mooi is om te horen, omdat ik zelf veel kunstenaars ken die... heel lang blijven zweven. Niet in de droom, maar ze doen het wel. Maar dan zijn er uiteindelijk zoveel schilderijen of zoveel foto's. En dan, dan is er pas actie. Dus ik vind het wel heel mooi om te horen dat je zegt... Nou ja, eigenlijk heeft het een wisselwerking. Want je hebt een idee, dat moment. En dan ga je denken, en hoe ga ik dit doen? Dus dan wordt het praktisch en je pakt hem telkens terug naar de creativiteit. Ja, en naar het praktische. Ja. Want er ontstaat een idee of er is een noodzaak dat er niet... Als er een probleem ontstaat, betekent het noodzaak tot idee. Ja. Dan is dat dus blijkbaar wat er te doen staat. Dus ik vraag me steeds af, wat is nu belangrijk
om te doen. Ja. Ging dat ook zo bij de live performance, als ik het zo mag noemen? Want ik had begrepen... Live performance? Nee, ik zeg het verkeerd, daarom zei ik voor live performance. Je was aanwezig bij in het museum in Den Haag, bij Noorderlicht. Het was een beetje, deed me een beetje denken aan The Artist is Present van Abramovic. Oh, dank je. Dat is wel een mooie link. Ja? Ja. Ja, ik weet niet of iedereen dat kent. Dat was een live performance van Abramovic, The Artist is Present. Daarvoor was hij... Het is heel veel gemediteerd. Was dat in het museum in New York. En dan mochten mensen, nou, dat denk ik een paar minuten tegenover zitten. Dus echt de interactie met de kunstenaar. En dat deed me ook eigenlijk aan denken, jij had ook zoiets gedaan. Ik heb 2 maanden, ik had een tentoonstelling van New Horizons in Panorama Mestdag. En die duurde 4 maanden. En van die 4 maanden heb ik de laatste 2 maanden ben ik voltijd zelf onderdeel geweest van die tentoonstelling. Daar zittend en communicerend en hoe was doend. Dat? Kun je daar iets over vertellen? Ja, eindeloos. We hebben nog 1 minuut. Oh, we hebben nog 1 minuut. Lukt dat in 1 minuut? Ja, Nee, het is meer de link van fotograaf, maar dit vind ik ook weer wat kunstenaars doen. Dat je echt jezelf bij betrekt, dat je jezelf ook echt laat zien. Ja, maar het was ook heel praktisch, want het was ook een antwoord op de vraag, wat is er nu nodig? Want ik zei net heel snel van 40.000 naar 100.000, maar op het moment dat het boek gedrukt was, gebonden was en gepresenteerd werd in het gemeentemuseum, was ik pas op 80.000. Terwijl alle facturen wel al zich netjes opgestapeld hadden. Er was nog 20.000 euro over te verdienen. Die moest ik nog verdienen om het boek dat er al was, de rest daarvan te betalen. En toen dacht ik, bedrijven bellen om te vragen of ze dat boek willen, dat werkt niet. Dat had ik al lang uitgevonden. Ik had heel veel boeken wel verkocht, maar ook heel veel boeken niet verkocht. Nog niet 10 keer zoveel. Gelukkig. Dus dat ging... Dat ging niet werken en ik had ook het idee van, ik ben nu hier 2 jaar mee bezig geweest, ik wil nu eigenlijk uitrusten. Maar ik moet eigenlijk nu nog harder gaan werken, want ja, het feestje is al voorbij. Dus de plezierige druk van, we gaan dit met z'n allen doen, nou, daar hoeven we niet meer, dat gaat niet meer gebeuren. Waar moet ik dan zijn en wat moet ik dan doen dat ervoor gaat zorgen dat ik nu voor 20.000 euro boeken ga verkopen? En toen dacht ik, interessant. Er is een plek waar mensen naartoe komen om mijn werk te bekijken. En waarvan ik op basis van de 2 maanden daarvoor al weet dat ze over het algemeen dat werk ook nog eens bijzonder waarderen. En toen dacht ik, maar ik moet gewoon daar zijn en kijken wat daar gebeurt. En ik dacht ook, als er 20.000 euro ontbreekt, als er geld is altijd een spiegel van iets anders. Dus als er geld ontbreekt, dan ontbreekt er tegelijkertijd iets anders. En dat is meestal belangrijker dan het geld, omdat het geld de afspiegeling is. Dus wat ontbrak er nog aan het project? Want het boek was er en daar was het me om te doen. Dus, en aangezien ik de enige handelende persoon, ik deed wel met z'n 9e, maar ik moest hier iets op bedenken. Ik dacht, wat heb ik hier nog niet in geïnvesteerd dat het wel blijkbaar nodig heeft? En toen kwam ik erachter, na daar enige tijd over na te denken, dat ik dat zelf was. Dus dat maakt het heel logisch dat ik zelf onderdeel ging zijn van het werk daar. In die 2 maanden tijd is er voor 20.000 euro aan boeken verkocht. Mooi. We gaan nog 1 afsluitende vraag. Heel kort. Is er nog iets wat je kwijt wil? Oh, sorry. Ja, is er nog iets wat je kwijt wil? Dat je zegt, dit heb je helemaal niet gevraagd. Gewoon iets korts. Hoeft niet. Of als het klaar is, is het klaar. Is ook goed. Ja, nou, nee, dank je. Nee, als er mensen zijn die nu heel nieuwsgierig zijn, dan zijn ze hartelijk welkom om... het is nu pauze, toch? Het is nu pauze, ja. Om zo met dat te vragen. Het eerste blok zit er alweer op. Blauwe koffertje. Aanzichtkaarten. Aanzichtkaartenset, 10 euro. Hofseke. Nou, in de pauze. Goeie vraag, dank je. Dank je wel.